Bij de gemeente Bernheze is een kogelbrief bezorgd, heeft de politie bekendgemaakt. Ik praat erover verder met de verslaggever Tessel Linders bij ons op de redactie. Want Tessel, wat staat er in die brief? Ja, de brief is gericht tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Hees. Dat is een nieuw asielzoekerscentrum, moet nog gebouwd worden aan de Ruitersweg West, zo zijn de plannen. 500 asielzoekers kunnen daar terecht voor de duur van maar liefst 10 jaar. En daar is een gedeelte van Hees niet heel blij mee. Maandagavond werd er gedemonstreerd voor het gemeentehuis. Dat liep toen al volledig uit de hand. Meer dan 1000 man hadden zich verzameld op dat plein. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen om te zorgen dat het nog niet verder uit de hand liep. Dus het ligt heel gevoelig in Hees. Ja, dus is een kogelbrief nu bezorgd bij het gemeentehuis. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, er is natuurlijk met afschuw op gereageerd. De politie heeft die kogelbrief meegenomen. Die willen natuurlijk proberen te achterhalen waar die brief vandaan komt, wie er achter die brief zit. En daar zal technisch onderzoek voor moeten worden verricht. En het vervelende is dat dit ook niet het enige incident is. Gisteren ging er ook al een steen door de ruiten bij het gemeentehuis. Dus Hees zit er niet op te wachten, kan je stellen. Ja, vanavond is er weer een informatiebijeenkomst in Hees, hè? Ja, er is er al één geweest voor de direct omwonenden van het perceel waar dat asielzoekerscentrum wellicht moet komen. Vanavond mogen alle Heesenaren daar naartoe, mits je je hebt aangemeld. De gemeente wil natuurlijk enigszins in de hand kunnen houden wie er komt. Daar is zo massaal op gereageerd dat er inmiddels al 3 tijdsvakken zijn gekozen waarin mensen zich dan kunnen melden om informatie te krijgen over die plannen van de gemeente. Zo vol dat niet iedereen daar terecht kan. Het is voorlopig nog onduidelijk of er voor maandag de 25e, als er een hoorzitting plaatsvindt met insprekers, of er dan nog een extra informatieavond komt.